Vice-president Ronnie Brunswijk zegt genoodzaakt te zijn om meer voor zijn eigen achterban te doen. Omdat er door de staat selectief wordt gewerkt als het gaat om het achterland. Vandaag, voor aanvang van de Raad van Ministers, zei Brunswijk liever te zien dat alle koppen bij elkaar worden gestoken. Omdat de regering niet in alle opzichten eensgezind is. Als ik vecht voor mijn achterban, de VP vecht voor zijn achterban, de president vecht voor zijn achterban, waar gaan we naartoe? Dat gebeurt er toch? En als ik zie dat ik geen voldoening heb, dan ga ik vechten voor die mensen van het binnenland. Je moet het in een Grambori, daar moet je in het donker slapen. En je vecht maar, niet eens een likmotor kun je daar brengen. En je hoort dingen gaan naar andere plaats bijvoorbeeld, dan wat gebeurt er? Dat is allemaal BFT, die één groep. Allemaal BFT dat ik moet scoren, ik moet weer komen. Terwijl we voor het land moeten vechten. Brunswijk stelt ook veel uit eigen zak te doen, omdat het achterland niet wordt voorzien van onderwijs. Onderwijs ondervindt in het gebied veel stagnaties en de VP meent als persoon zelf vluchten te hebben gekostigd voor belanghebbenden om in de gebieden te komen. Nou, dat merk je zelf. Als je eerder hier was gekomen, dan had je ook gezien. Trouwens, jullie maken het altijd mee. Elke woensdag maken jullie het mee. Maar ik denk dat jullie stiekem moeten komen thuis bij mij. Put one ploeg dat is stem bij de Wildeko. Elke dag. Wanneer ik geen vergadering hier heb, wat ik daarmee maak. Dat zou jullie zien. De vicepresident zegt dat er omgekeken moet worden naar het binnenland en het achterland. Er zijn genoeg middelen om de samenleving tegemoet te komen, benadrukte de VP.